Was een heel ander vaatje toen ik 15 jaar was, toen ik toen Goldfinger inderdaad gezien. Misschien wel mijn laatste filmervaring geweest, zeker, maar goed. Het stuk wat nu volgt is van Christophe, het is de man achter de computer daar. Het is zijn 7e studie uiteraard, hij heeft zijn uiterste gedaan om ze zo te herwerken dat wat eigenlijk ook een geheim zou moeten zijn, er toch al in onthuld wordt. Namelijk een nieuwe machine die je allemaal hebt zien staan, maar waarvan Coleman eigenlijk van niet. Dat is deze machine, dat is Cymbal. Een nieuwe automaat die dus cymbalen speelt en waar een aantal features zijn ingeïmplementeerd. Maar een aantal daarvan gebruikt Christophe reeds in deze 7e studie. Dat is nog iets geleerd. Oké.